Voorzitter, ik zou via u aan mevrouw Hermans willen vragen hoe lang zij nog de ambitie heeft om de assistent tassendrager van de heer Rutte te blijven. Mevrouw Hermans. Voorzitter, precies dit was voor mij de reden om hier zaterdag iets over te zeggen. En ik ga er eigenlijk verder ook niet meer op in. Ik sta hier, ik merk echt dat het me raakt. Ik weet niet of dat u wat uitmaakt. Ja. Meneer Wilders, zullen we het gewoon het debat gewoon voeren op de inhoud? Nou, voorzitter, ik ga voor mijn eigen woorden. Ik heb niets verkeerds gezegd. Ik mag een vraag stellen. We kunnen het ervan vinden of niet. Ja. Voorzitter, ik zou dit graag nader willen toelichten. Kijk, ik vind u nog steeds... Wacht, meneer Wilders, mevrouw Hermans wil erop reageren. Ze is zover dat ze wil op reageren. Gaat uw gang. Ik wil heel graag op reageren. Ja. Ik sta hier als fractievoorzitter van de VVD met de allerbeste intenties om de goede dingen voor Nederland te doen. En ik... Dat is wie ik ben. Dat doe ik met een open blik en open vizier. En ja, dan kunnen we van mening verschillen, meneer Klaver. Mevrouw Kuiken, mevrouw Marijnissen. Ook met u, meneer Wilders. En ik vind het prima om op de inhoud dat debat te voeren. Maar alsjeblieft op de inhoud en niet op de persoon. Meneer Wilders. Ja, voorzitter, het was een rake vraag, zo te zien. Kijk, u bent wat mij betreft nog steeds, ik mag mijn mening geven, u bent nog steeds die tassendrager en die assistent. Meneer Wilders. Voorzitter. Ik mag dat voorzitter zeggen, want wat doet u? Nou, meneer, ik heb geen verkeerd woord gezegd, ik heb gezegd wat ik vind. Meneer Wilders, zou mijn zin graag willen afmaken.